kunnen jullie mij uitleggen wie en wat ik op mijn hoofd heb zitten? Dat is koor. Dat is rode koor. Rode koor? Rode koor? En dat is jullie papegaai. Ja, nou, dat was heel erg de papegaai van papa altijd. Maar eigenlijk was hij van voor mama. Ja, mama. Want die vond hem heel. Wilde heel graag een papegaai. Maar omdat het een meisje is en meisjes vinden dan mannen heel leuk. Toen werd hij verliefd op mijn vader. Dus ja. Oh, dus Cor is een vrouwtje? Ja. Oh, dat is wel verwarrend. Wist ik eigenlijk ook niet dat Cor een vrouwtje was. Dat wist je niet. Want ik zag Cor altijd vroeger zitten op het hoofd, op de schouder van Herman. Beetje zo. Beetje zo, ja. Ja. Holly, Lola, is Cor zinderlijk? Dat weet ik niet. Cor vond mij vroeger ook niet zo leuk. Cor was ook echt wel een draak. En Cor kon toen vliegen. Ja. Dus die vloog door heel dat huis altijd. Ik heb een keer ook heel erg ruzie gehad met Cor. Want toen had ik net mijn werkstuk klaar. En die had ik op de leuning gelegd. En toen dacht Cor, hey, ik heb honger. Nee. Ik eet gewoon een stuk van de werkstuk op. En toen? Wat deed je toen? Oh ja, toen heb ik hem geslagen en toen zei ik, stomme kutkip, ik haat je. Gaat goed, gaat goed. Cor is een papegaai. Papegaaien kunnen toch praten? Meestal? Ja, volgens mij kan hij een telefoon nadoen, maar dat weet ik niet zeker. En hij zegt Cor. 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 Cor, Cor. 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 Hoi Cor. Cor, praat. Dag meneer, hoe heet u? Cor, het is oké. Okay. Je bent op camera, het is je moment Cor. Cor, shine even, come on. Cor? Cor. Cor, Cor. Cor, Cor. Kip? Cor, Cor, kip. Cor. Cor, praat. Cor... Cor heeft er niet heel veel zin in. Cor heeft er geen zin in vandaag. Nee, Cor wil niet praten. Ja, en wat eet een papegaai zoals Cor? Weet jullie dat? Muizen? Muizen? Grapje. Maar zit hij dan nu, waar woont Cor nu? Want hij heeft heel lang bij jullie gewoond. Ja. Jullie zijn een beetje met hem opgegroeid. Maar waar woont hij nu dan? Hij woont nu bij Simone. En Simone maakt bij ons schoon thuis. Ja, en die kent hij dus al heel lang. Want... Ja, en is ook een vriendin van ons geworden. Mam? Ja, ik kras je wel helemaal onder, ja. Oeh, maar hij balanceert ook een soort van op mij. Nog een keer hier anders. Kleine overstap. Kijk, snoet. Ik kijk je niet aan. Mam? Ja. Dankjewel dat wij hier mochten zijn vandaag. Ja, tuurlijk. Leuk. Het is leuk om Cor weer te zien. Voordat Herman overleed is hij al weggegaan. Ja? Naar Simone, ja. Oké. Okay. Oh, ja, dat wisten wij dus niet meer. Te grappig wat jij net vertelde. Dat papa een keer, die had een keer zijn haar zwart geverfd. Ja. Maar natuurlijk totaal niet goed uitgespoeld. En, nee, dat was bij de kapper nog. Toen bij een elbeurf was. Bij de camping. Ja. En toen had hij zijn haar laten verven. Moest intrekken. Dus hij op het terras gaan zitten. En dan Cor op zijn hoofd. En naderhand komt hij terug. Was Cor helemaal zwart. Die was gewoon ook geverfd. Hij eet nu haar. Oh. Here you go. Oh my god. Is hij niet in mijn Kijk eens. Oh. Wow, maar dit was een goede timing. Heeft hij nu gepoept? Gebeurt net nadat ik hem van mijn hoofd heb getild. Dat is maar echt, ik denk 5 seconden later. Dit is echt balen voor jullie, want jullie hoofd heel open, weet ik zeker. Dit is enorm leuk geweest. Maar daar kom ik goed bij weg. Oh.